Het gaan toch nog even uitspelen voor we gaan eten. Ja, ja. We gaan het nog even uitspelen. Ik kijk even op de tijd. 1 uur. Ja, dat moet wel. 30 minuten. Dat moet lukken. Oh nee. Oh nee! Ja, dat moet wel lukken. Ja, dus hier waren we heel goed in. Dus dit moet niet veel problemen. Ze zijn alleen ietsjes moeilijker omdat de instelling veranderd is, zijn, zo was het. Welke gaan we eerst doen? Maakt het uit, ik weet niet eens. Nee, ik weet het niet. Dit is bubbel. Bubbel moeten we gebruiken. Zo! Ja. Dat is hem. Oké, dan ben ik weer. Alsjeblieft. Gaan we onze keur. Ja, ze blijven voor allemaal blij. Hallo! Ja, we gaan ervoor! Liefsjoe werkt heel goed tegen hem. Hier. Ik kan maar helaas niet doorheen schieten. Niet sterven, Axel! Je kan dit! Je kan dit! Oh nee, kom op! Ja! Dat was intens. Oké, volgende. Gaan we de energy tank gebruiken? Of? Nee. Hoop dat de volgende eentje... Pas als die op 1 helft is, gebruik de energy tank, vind ik. Ook is dit? Oh ja. Ja, dat is gelijk de moeilijkste. Heatman en charge and shit. Zo, oké. Meer. Zo, 1 schot! Holy shit! Build the orange! Oh shit. Dat was wat! And it better be damn perfect! The fuck was dat, vriend? Dat was totale carnage. Oh. Of in het Engels? Total carnage. What the fuck, nu schiet hij. Deze had je vorige keer echt heel netjes. Hij schiet er iets meer. Ah, hij schiet. Oeh. Zo, gewoon dichtbij hem. Gewoon je gun in zijn face. Mega Man is hardcore. Mega Man is badass. Weet je. Durf niet. Flashman. En die gaan we die Flashman ook gebruiken. Dat is echt de enige reden dat hij handig is. En dan heb je nog maar de helft eraf gehaald, hè? Ja, nu is het steeds ook egaal. Ja, dat helpt wel veel. Zo, is snel, Mattie. Mike, wat is zijn naam? Zijn naam is Quickman. Oké. Oh shit. Wat een intens spel. Ah! Oké, okay, fuck. Gebruik de quick boomerang. De quick boomerang. De key. Gebruik de key. Ik ga een energy tank gebruiken. Hij doet heel veel schade. Sorry. Maakt mij niet uit. Ik vind het mooi. Je hebt kut! Je hebt die helft niet gepakt. Ja. Maakt niet uit. Ik own deze shit. Crashman is nog het lastigst. Badass boy is deze. Hij komt nog een keer terug, hè? Later in het spel. Is dat zo? Of in een ander spel. Ik heb geen vuur meer. Volgens mij kan hij ook niet tegen metal. Hoe de fuck kan metal niet tegen metal? Nou, heb je als een breekijzer tegen een breekijzer aangegooid? Nee. Dat ga ik zeker proberen. Na deze dag. Sorry, maar die guy is een kaknoep. What the fuck? Dat was mooi. Dat waren twee kaknoeps. Oké, nu gaan we. Ja, ik mag er. Ik ga nu naartoe.
Oké, dit is het moment. Dr. Willy. Je doet zoveel schade! Ja, OPG. OPG! En epilepsie, gratis en voor niks. Nu moeten we naar de alien. Yep. Mensen dachten, hey, kijk, Willy verslagen. En die vrouwen, het bent wel voorbij. Ja, nee. Echt niet. Er zijn twee doodshoofden hier. Ik ben klaar, kom maar. Cool. Is alles vol? Ja, alles is vol. Nee, volgens mij is de bubbel niet vol. En die hebben we juist nodig. Plop. Even kijken. Ja, we hebben de bubbel nodig tegen hem. Maar hij is bijna vol. Maar als ik er nog bij zou kunnen vullen, zou dat echt chill zijn. Ik vind dat geluid zo leuk, van die druppeltjes. Is het instant kill? Nee, ik ga het niet uitproberen. Nee. Denk het niet. Juist. Juist. Opperste concentratie. Terwijl het helemaal niet nodig is, maar... Gewoon puur om het geluid echt te... Het is zo goed, het is helemaal stil ook. Zo! Was ik bijna dood? Eén keer, hè, geraakt. Ik weet niet, ik durf niet zo goed die bubbel te gebruiken. We hebben energy tanks, hè? Ja. Pak weer YOLO, dan ga ik gewoon voor. Oké. Okay. Ja. Oeh. Ah, kom op. Kom. Ja, ja. Hey, kut, nee. Hij is bijna op. Dat wordt hem gebruik een vaste energy tank. Hoezo, mijn helft nog best wel goed. Volgens mij raakt hij zoveel. Is dat zo? Oké. Je hebt er twee. Oh, dat is mijn helft. Ik dacht dat die bubbel ammo was. Oh, goed dat je het zegt. Zo, al die witte stipjes ook op het scherm. Vet trippen. Ja, je zou dood zijn gegaan. Ja? Wauw. Hij doet veel damage. Voordat je die energy tanks kan bewaren. Maar ik ga het wel halen. Yay! Flitsende schermen! Zo. Cannot compute. Hoort dit? Dat is best wel lame. Ja, hij bestuurde die alien. Ja. Ik dacht, hij was een alien, helaas. Hij veranderde het in de alien. Ja. Geen idee wat daar gebeurt. Dude, wat de fuck is hij aan het doen? Het bidt. Hij bidt voor jou. Hij zegt, jij bent een koning. Je hebt uitgespeeld in 1 uur en 39 minuten. Dat is wel netjes. Vind ik. Fuck, ik ben zo vaak dood gegaan! Ja. Ik vind het kak. Je mag het nog een keer proberen. Mega Man 3 en Mega Man 4. Heb je allebei? Ja. Nice. Dus ik heb nog twee kansen. Wie weet, jongens en meisjes, wordt vervolgd. Tot de volgende keer bij de Simpele Gamer.